Nou ja, vanuit de Internet of Things Academy hosten wij heel veel hackathons. En als ik zie hoe die jonge developers komen met nieuwe toepassingen, dan is het absoluut een life changer. Laatst zag ik bijvoorbeeld op de TU Eindhoven een team dat een slimme vuilnisbak heeft gemaakt. Dat is op zich niet zo heel erg nieuw, want dat bestaat al lang. Maar in plaats van dat hij alleen een signaal afgeeft als die vol is, kon hij ook al het vuilnis sorteren. Razendsnel op basis van de barcode. Als er geen barcodes op zaten, bijvoorbeeld omdat het sinaasappelschillen waren, dan maakte hij heel snel een foto en kon het via een crowdplatform site kon het aangeven. Oh, dus organic, ging het naar de organic bak. Fantastisch. Ja, ik ben zelf, voordat ik manager werd van de Internet of Things Academy, was ik marketing manager van machine to machine, wat later Internet of Things geworden is binnen KPN. En KPN is wel echt op een hele voortvarende manier bezig om Internet of Things in de markt te zetten en om dingen te connecteren aan het internet op een veilige manier. Daar staan ze heel erg voor. En daar ben ik echt door geïnspireerd geraakt van wat er eigenlijk allemaal niet mogelijk is met machine to machine en Internet of Things. De grootste veranderingen op het gebied van Internet of Things die ik nu zie gebeuren, dat is absoluut in de steden. Je ziet nu dat eigenlijk ieder zichzelf respecterende stad bezig is om slim te worden met het inzet van slimme technologie. Om eigenlijk developers, mensen, burgers, organisaties uit te dagen om met nieuwe toepassingen te komen die het leven in de stad fijner, makkelijker, efficiënter en veiliger maken. Een van de meest belangrijke innovaties van dit moment is dat er dit jaar, 2015, een nieuw netwerk wordt uitgerold in Nederland. Het is echt een Internet of Things netwerk, waarmee dingen veel efficiënter aan het internet kunnen worden gehangen, veel goedkoper, maar ook dat veel minder batterij vraagt. Het heet het LoRa-netwerk en daar kun je bijvoorbeeld een ding aan het netwerk hangen of connecteren met internet, waarbij de batterij bijvoorbeeld 10 jaar lang meegaat. Nou ja, dat is dat is echt een life changer voor Internet of Things. Een Internet of Things congres inspireert mensen om te zien van wat kan Internet of Things nou eigenlijk voor mijn organisatie betekenen? En dat is eigenlijk gewoon heel erg noodzakelijk voor organisaties om bijvoorbeeld efficiënter te worden, daarmee competitiever te blijven. Maar ook gewoon echt om toegevoegde waarde aan hun klanten te blijven leveren. Dus nieuwe businessmodellen te creëren. En dat is echt de reden waarom bedrijven naar een congres zouden moeten gaan.